Yo dames en heren, ontzettend tof dat jullie natuurlijk weer kijken weer bij deze nieuwe update video. Jullie hebben het ook al gezien dat het een beetje, om maar zo te zeggen dat ik, sinds het Fortnite niet meer, Fortnite Season 4 niet meer te spelen is. Tenminste wel in het huidige, van het vorige seizoen. Ook al heb ik trouwens de Battle Pass gekocht op een andere Samsung apparaat, dus daarom heb ik nu nog maar 20 V-Bucks over. Daardoor heb ik wel alsnog de Battle Pass. En ik heb nog wat redelijk wat nieuwtjes, dus laten we maar gewoon lekker maar direct beginnen. En sorry dat de pixels wat jullie nu allemaal hier zien wat slechter is. Ik kan er helaas vrij weinig aan doen. Dan komt het uit de kwaliteit zelf, maar laten we maar direct gaan starten met het eerste dingetje dan maar. En het eerste dingetje dat gaat over dat er wordt gezegd, en dit is ook soort van geconfirmed, dat natuurlijk Fortnite waarschijnlijk terugkomt aan de App Store of Google Play Store. Ik wil bijna even een Engelse video maken. Maar dat ga ik niet doen, tenminste dat kan ik wel een keer doen. Maar terugkomend op dit topic. Tussen 4 september en 23 september, 23 of 26 september, dan komt, als het goed is, Fortnite weer terug in de op iOS, waar ik nu mee film. Komt hij terug daarop en ik ben er hartstikke blij mee. Want waarschijnlijk krijgt dat voor dit ook een extens, dus wordt uitgesteld. En dat is ook een heel goed nieuws. Want als Fortnite tot aan december wordt verlengd, dus vier weken wordt verlengd, dan kan het in december een nieuw seizoen met kerstdingen. Dus eigenlijk heeft het wel zijn voordeel als het zeg maar wordt uitgesteld. Maar ik hoop natuurlijk wel gewoon dat Fortnite eigenlijk gewoon voor alle terugkomt. Want Fortnite moet alleen eigenlijk de betaalmethode uit de game halen. Dat is eigenlijk gewoon de standaardregel van Apple. En ik verwacht ook dat ze ook gewoon dat binnenkort gaan doen. Daar niet van. Maar ik hoop natuurlijk wel gewoon dat Fortnite wel gewoon speelbaar blijft op alle platformen. Want dat is uiteindelijk ieder zijn bedoeling. Maar laten we maar nu gewoon doorgaan naar het tweede dingetje. Nou, tweede dingetje. Ik heb eigenlijk, misschien hebben jullie dat ook al gezien aan de video van 12.5. Zijn er wel heel wat nieuwtjes, maar die nieuwtjes ga ik niet behandelen. Ja, of zeggen in deze video. Dat is eigenlijk gewoon content afpakken. Maar in ieder geval terugkomen op het eerste dingetje. Dat is eigenlijk, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik hoop dat het gewoon terugkomt. Echt waar, ik hoop het echt gewoon. Want nu is Fortnite, nu speel je alleen maar tegen mobiele spelers. Terwijl ik dan denk van, Fortnite betaalt nu belachelijk veel geld aan de rechtszaken en zo. Dat is, en dat is geen duur geintje eigenlijk. En Fortnite misloopt nu belachelijk veel geld door iOS, dus door Apple. Dus eigenlijk heeft Apple minder geld door Fortnite. En Fortnite heeft minder geld door Apple. Dus als Fortnite gewoon die betaalmethode eruit haalt, dan kan Fortnite gewoon weer terugkomen op de App Store. En dan kan Apple gewoon verdienen. Fortnite kan weer gewoon verdienen. Dan is iedereen gewoon gelukkig. En ik wil buiten de Fortnite video's om één ding zeggen. En dat is dat er deze week helaas geen weekvlog online komt. Dat komt meer omdat ik gewoon te weinig heb gefilmd, te weinig dingen heb gedaan, waardoor het te lastig is en te krap qua tijd is. Ook dat, want ik heb deze week ook gewoon nu nog gewoon school. Dat het qua gewoon lastig is om gewoon een weekvlog te gaan uploaden. Tenminste alleen voor vandaag. En daarom heb ik voor vandaag gewoon de video ook daardoor niet geüpload. Maar ik hoop dat jullie alsnog van deze update video leuk vinden. En en laat ook even weten in de reacties of jullie, en ik weet wie er allemaal kijken. Ik hoop dat jullie de banner en het fotootje wat
hier beneden staat, of ergens beneden, dat die foto ook gewoon leuk is. Zullen vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog zetten, een vriendinende natuurlijk, op mijn kanaal te abonneren natuurlijk, hier beneden. En bij de 20 likes op deze video, komt morgen ja, een video aan in het Engels. Maar ik ga wel proberen om een Nederlands ondertiteling, maar dat is zeg maar automatisch geregistreerd, hè, dus. Maar dan zie ik jullie uiteraard misschien wel morgen natuurlijk, bij een nieuwe video. En als er dan geen nieuwtjes zijn, dan komt die overmorgen of die dag erna. Maar in ieder geval komt die video dan binnenkort zo snel mogelijk online. Maar dan zie ik jullie uiteraard.